Deze kiosk in de Nijmeegse binnenstad verhuist binnenkort naar Druten. Die gemeente kocht het groene gebouwtje voor het symbolische bedrag van 1 euro. De kiosk komt waarschijnlijk op de Drutense markt te staan, zo vertelde wethouder Willy Brink donderdagavond in de gemeenteraad. Om de Nijmeegse binnenstad een chiquere uitstraling te geven, werden 20 jaar geleden 5 groene kiosken geplaatst. Gebouwtjes zoals ze ook in Parijs veel te zien zijn. De afgelopen jaren werden ze 1 voor 1 weer afgedankt. 2 jaar geleden verdween al de kiosk op de hoek van de Broerstraat omdat die in de weg stond en er geen huurder meer was. Hetzelfde gold voor de kiosk op de Burchtstraat bij het stadhuis. Ook de kiosk in de Van Scheveck-Havenstraat, waar bloemen werden verkocht, is al verdwenen. Nu zijn er alleen nog de 2 gebouwtjes in de Molenstraat. Het Sunneke voor de Molenpoortpassage en de kiosk aan het begin van de straat. En die laatste gaat verhuizen naar Druten.